Robert Mussens, je verliest zojuist van Jong Ajax met 2-3. Is dat een juiste weerspiegeling van de krachtverhoudingen, denk je? Ja, ik vind het lastig om te zeggen nu. We hebben vooral eerste helft veel kansen gehad. Of tenminste, zijn tot mogelijkheden gekomen. We hebben goed spel laten zien. Vervelend krijgen we die 2 goals tegen. En tweede helft gingen we iets meer terug naar achter spelen. Komen we ook tot kansen, komen we ook zelfs tot de goal, tot gelijkspel. Ja, en ik vind dat je het dan in principe niet meer weg mag geven. Daarna zie je nog dat we eigenlijk een penalty horen te krijgen. Mijn tweede goal wordt afgekeurd, waarvan ik denk dat het geen buitenspel is. En ja, dat is gewoon vervelend, want anders zou je gelijk staan en zou je misschien voorkomen. En ja, als het dan mee zit, dan, zoals ik al zeg, sta je voor of gelijk. En dan loopt de wedstrijd toch anders. Ja, die twee buitenspelsituaties wilde ik wel even met je meenemen. Want 2 keer werd er een goal van jou geannuleerd. Althans, er werd wel ver van tevoren gefloten voordat jij de bal erin schoot. Wat vond je van beide situaties? Ja, ik denk zelf persoonlijk, de eerste moet ik even terugkijken. Maar de tweede ben ik van overtuigd dat het geen buitenspel was. Zover ik weet liep ik achter de man. Kreeg ik hem mee van Gustavo. Nam ik hem met links aan, schoot ik hem met rechts binnen. En zag ik daarna de vlag omhoog. En ja, ik begreep niet hoe dat kon. Dus ik zeg al, ik ga het allebei even terugkijken, maar ik denk zeker dat het geen buitenspel is. Je liep dus juist een rondje langs de supporters en er klonk echt applaus van jullie supporters. Zegt dat jullie wel echt een herkenbare wedstrijd hebben gespeeld, hoe mensen het graag willen zien hier? Ja, ik denk het wel. Je ziet het ook. Het stadion wordt steeds voller. De fans komen ons massaal aanmoedigen en dat is ook wat wij nodig hebben. En we hopen ook dat ze steeds blijven komen, dat het stadion voller en voller wordt. En we proberen zo goed mogelijk voetbal te spelen. Met de krachten en op de manier zoals wij het beste kunnen. Heel snel omschakelen en daarnaast ook veel voetballen. En ja, vandaag ging het ook weer goed. Sowieso spelen we de laatste weken gewoon heel goed. En vandaag was het helaas niet in ons voordeel. En ik zeg al dat dat met factoren te maken. Het spel momenteel wordt wel mooi op jou afgestemd. Want ben jij razendsnel op de eerste meters? Ja, dat is, voor mij is het lekker om diepe spits te spelen. Omdat ik een lopende speler ben. En ik hou ervan de ruimtes in te duiken. En op het moment dat ik dan ruimte induik, ben ik ook snel en dicht bij het goal. En ik heb ook geluk dat ik kalm en koel kan blijven voor de goal. En dat ik de bal erin kan schieten. En ja, dat is lekker. En dat is ook een van mijn krachten. En ik hoop dat ik het nog vaker kan doen. De Graafschap heeft in eigen huis gewonnen van FC Den Bosch. Tegen dat jullie 6 punten achter staan met nog 5 wedstrijden te gaan. Ja, die 7e plek, kun je die vergeten nu? Nee, ik denk dat je gewoon je ding moet blijven doen. Gewoon week tot week moet blijven kijken. Als je iedere keer wint en je kijkt iedere keer een week verder en je wint weer. Dan kom je vanzelf steeds dichterbij en dan kijken we wel wat de rest gedaan heeft. En dan kijken we wel hoe het uiteindelijk staat.